Suriname is officieel toegetreden tot de CARIFORUM UK Economic Partnership Agreement. Op donderdag 4 maart 2021 vond virtueel de ondertekening hiervan plaats door minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het betreft hier een handelsovereenkomst die zonder meer voordelen zal hebben voor Suriname. Weather not quite so warm and inviting at this time of year, our nations share the very same entrepreneurial energy, drive and passion for business that will supercharge economic growth between us in the months and years ahead. It's warmer here than I suspect in London, so we are happy to be here. We're happy you are there. Thank you very much for the opportunity, and indeed it's one of the last countries in the region that has signed the CARIFORUM UK IPA today. We do that with pleasure and in the understanding that it will open up possibilities for trade, for future trade, preferential access, a continuation of where the business already existed, but more so to enhance, to broaden the scope of operations of trade between the two countries. So I look forward to discussing those much more in detail in the future, maybe face to face. But in any case, we should look forward to a broadened commercial range of activities between the UK and Suriname. Minister, goedemiddag. Suriname maakt officieel deel uit van het UK CARIFORUM IPA. Kunt u ons meer vertellen over zo'n CARIFORUM? Nou, kijk, CARIFORUM is een groep van landen in het Caribisch gebied. Meer dan CARICOM. Het bestaat ook uit de Dominicaanse Republiek en nog een paar landen. Maar dus het is CARICOM Plus. En in dat kader wordt er overleg gevoerd met de Europese Unie over speciale handelsarrangementen, waarbij dus tegen bepaalde voorkeursregelingen onze producten op de Europese markt kunnen komen. Het is een vervolg op zogenaamde Cotonou-overeenkomsten, die al heel lang bestaan. Maar vanwege het feit dat het Verenigd Koninkrijk, de United Kingdom, uit de Europese Unie is getreden, moest er iets speciaals worden gemaakt tussen CARIFORUM landen, dus de CARICOM plus landen, met het Verenigd Koninkrijk. Omdat we van beide kanten de behoefte bestond om die historische handelsrelaties die er al jaren waren, om die voor te zetten. Dus wij hebben vandaag officieel die UK CARIFORUM EU CARIFORUM overeenkomst getekend, die Economic Partnership Agreement. En dat zal mogelijkheden openen voor Surinaamse bedrijfsleven, producenten, om producten tegen preferentiële, dus voorkeursregelingen op de UK-markt te brengen. En dat is belangrijk voor ons, omdat er toch nog daar mogelijkheden bestaan om een stukje export te kunnen genereren. Om welke producten gaat het? Nou, dat is afhankelijk van het Surinaams bedrijfsleven. Het kan om groenten gaan, het kan om fruit gaan. Het kunnen ook diensten zijn. Dit soort overeenkomsten zijn belangrijk omdat je de ruimte dan hebt om je eigen industrie te ontwikkelen. Tussen Suriname en het Verenigd Koninkrijk is er op dit moment niet zoveel handel. Maar met de minister van Internationale Handel
die als counterpart heeft gediend voor deze ceremonie, hebben we toch afgesproken dat we gaan kijken hoe we die business-to-business relatie kunnen versterken. Het bedrijfsleven, zoals in ons buitenlands beleid heel sterk wordt benadrukt, moet meer en meer actiever betrokken worden om zeg maar een stukje economische ontwikkeling te ondersteunen. Dus hier ligt een taak voor het bedrijfsleven die wij als ministerie zullen ondersteunen om gebruik te maken van die voorzieningen die er zijn om toegang te krijgen tot een grotere markt dan de Surinaamse markt. Uiteraard gaan ze moeten voldoen aan regels die er gelden voor alle landen, maar het zijn wel mogelijkheden die we niet kunnen laten liggen omdat je die mogelijkheid nou eenmaal hebt. Maar het is belangrijk dat we ons Surinaams bedrijfsleven blijven informeren dat deze overeenkomst is getekend, ondertekend en dat dus de mogelijkheden er zijn.